Infographic. De studenten krijgen de opdracht om een infographic te maken van de informatie die ze hebben gekregen. Hierbij moeten zij goed in overleg gaan over welke informatie ze willen delen en op welke manier ze dit willen doen. In een infographic worden feiten op een grafische wijze uitgebeeld, veelal ondersteund door cijfers, tabellen en grafieken. Een infographic kan echter ook een proces uitbeelden. De studenten kunnen zelf de plaatjes tekenen welke bij de infographic horen, maar ze kunnen ook gebruik maken van diverse online tools. Zo so bieden Easily en Pictochart gemakkelijke oplossingen om snel een leuke infographic in elkaar te zetten. De gebruiker kan uit een grote database van plaatjes putten. Wanneer je dus weet wat je in je infographic wil hebben, is hij binnen een paar klikken gemaakt.